Uitkomen 220 km per uur en we zijn aan boord bij Jean Alesi. Die een inhaalpoging heeft ondernomen. Bij Johnny Herbert aan de binnenkant bij het insturen van Adelaide. Hij toucheert Johnny Herbert en Herbert is dus in de ronde gegaan. Johnny Herbert gespind door een touché van Jean Alesi op dezelfde wijze. Eigenlijk, ai ai ai, wat een drama voor de Engelsman. Dezelfde wijze eigenlijk zoals hij in Canada uit de wedstrijd getikt werd. Nogmaals zichtbaar. Herbert kijkt, er is ruimte. Er is ruimte. En Alesi tikt hem aan. En Herbert krijgt een tikje. En net als in Canada vliegt hij uit de wedstrijd. Berger kan het ook nog maar ternauwernood ontwijken. Andere hoek, wie profiteert er? Kijkt u aan de linkerkant van uw beeld. Want daar kan je zien of er ook mensen zijn die voordeel hebben van deze tik. Ik weet niet of we het zien. Ik dacht dat Häkkinen daar goed bij zat.